zo een beetje schoonmaken. Goeiedag. Guppekapjes en dakhalsjes. Hier is Lully uitjes de Bep Lachebek. En ruikt is wat, hé. Ik heb een nieuwe baan. Zwaar werken. Bij mevrouw Schouten in de emmer een beetje dat ik schoon moet maken en zo. Maar wat ik ga schoonmaken is nou dat schilderij. Want ik had mevrouw Schouten verrassen, ze is er niet. En de Darika, dit is haar overleden bed overgrootvader. Of moeder is het volgens mij. Ja, dat bevlegging. En nou en dan heb het een beetje bruin en alles. Maar ik vind als het zo bruin wordt, ik hou meer van frisse kleuren. Alles wat fris. Dus ik heb lekker een flesje. Oh, ik moet mijn hand erop. Anders heb je reclame. Dan kan je daar weer glazen over. Dus ik hou die hand zo. Nou, met hiero ga ik spuiten. En dan spuit ik het op die lak. En dan komt het bruin er vanaf. Ik denk dat er een hoop gerookt is hier hoor. Nou, ik rook zelf ook. Helemaal fout. Morgen, je krijgt een beetje op je longen ervan. Maar ik ga het even spuiten dan. Maar, dus dat mevrouw Schouten, want ze is naar de werk. Dus het is leuk werk hier. Zwart, ze betalen goed. Zwart. Want als je ze bijen bent, dan heb je alles. Je hebt geen pensioenopbouw, niks, maar aan mezelf doen. Dan mag ik zo. Maar ik zeg ook, ik heb me gewoon zo in mijn hand. Hè? Want ik heb het ook in mijn rug. Dus ja, anders krijg ik die uitkering niet meer. Dus ik ga dit even doen. Nou, hou je taai, hè? Dan ga ik het even doen. Zou mevrouw Schouten blij zijn, hè? Antibacterisch. Ho, ho, mevrouw Lachebek, alsjeblieft. Wat? Niet aankomen. Ze heel veel best gebruikt. Mevrouw komt binnen. Doet ik het verkeerd? Ja, bent u mal? Nee, eigenlijk niet met dit en met alleen maar afstoffen. Alleen met dit. Ze weten alles beter, die artiesten. Vind je zo jammer.